Zo. Een hele goede zondagmorgen 8 januari 2023. Welkom bij de hardloopvlog zondagmorgen praat van de stofjes af. Ja, dit is de tweede alweer van dit jaar. Vorige week heb ik natuurlijk ook gemaakt, 1 januari. Alleen toen ben ik niet in het bos geweest, zoals je op de achtergrond kunt zien. Vandaag wel. Poeh, 4 rondjes. Ik merk het. Ik ben aangekomen. Poeh, was weer even wennen. Maar goed, dit is weer de uitdaging. We hebben afgelopen week... Sterker nog, gisteren nog een leuk feestje gehad. En die was leuk. Vrijdag een bedrijfsfeestje gehad. Dat was voor de allereerste keer dat we dat deden met collega's. Om bij Allround in Nijmegen, om daar eerst prison break te doen. En daarna te gaan bowlen en eten. Dat was geweldig, was fantastisch. Gisteren een feestje gehad bij Juliana. Een receptie, inclusief jubilarissen die gehuldigd werden. En een feestje was ook leuk. Maar ja, al met al, eten. Tja, dan moeten we weer terugschakelen. We moeten weer terugschakelen. Ik heb nu natuurlijk nog niet gewogen hoeveel dat ik nu weeg. Maar ik denk dat ik toch alweer een aantal keertjes ben aangekomen. Maar goed. Het zijn zo, daar leef je ook een beetje voor. Deze week altijd lastig. Ik ben deze week ook jarig geweest. Dus dan komen ook mensen, vandaag komen nog mensen. En dan die twee feestjes van het werk en van Juliana gisteren. Die doet dan geen goed. Maar goed, daarentegen, ik ben lekker begonnen met hardlopen. Ik ga nog even een fitness. Dus gewoon even een rondje doen. Dat gaat gewoon door. Alleen, ik zal de komende tijd weer eventjes moeten gaan opletten met eten. Dat had ik in een mondje douw. Aan eten. Dus weer even wennen. Maar goed, dat gaat wel lukken. Het kost alleen weer eventjes wat moeite, of nee, wat discipline om... om dingen nu weer eventjes te laten staan, om te zeggen van sorry, vandaag even niet, of voor jezelf in ieder geval gewoon zorgen dat je weer gaat kijken wat je op een dag of gewoon in een week eet. Dan heb ik bij wijze van spreken zaterdagavond wat gezonder, eventjes haaks wat minder goed gegeten, dan moet de rest van de week een beetje opletten. Zo simpel is het. Dus dat gaan we weer doen. Dat gaan we weer oppakken. Het is me eerlijk gelukt. Niet vorig jaar, want ja, voor zo'n 2 jaar terug. Het is me ook gelukt om 16 kilo af te vallen. Dus ja, waarom zou het nou dan niet lukken? Ik weet wat ik het toen gedaan heb. Natuurlijk moet je er wel, wat ik al zeg, natuurlijk moet je er wel wat voor laten qua eten. Dat je niet zomaar alles er binnen kan stouwen. En wat gematigder. Dan hoor ik jullie denken, ja, gematigd hoor. Tja, dat is het. Dan bij wijze van spreken, ik zeg maar, op het moment dat jij, wat ik eerder aangaf, als je frietjes eet, het gaat niet zozeer over de friet, maar het is vaak de sauzen. Ja, en dan pak je in plaats van 2 bordjes friet, pak je maar 1 bordje friet. En dan niet meteen zo'n hele berg, want dan blijft het nog hetzelfde. Op het moment dat je 2 kleine bordjes pakt, of 1 grote berg, dan blijft het nog hetzelfde. Je moet wel een beetje de verhouding aanpassen. En dat soort dingen. Weer gewoon opletten naar wat je eet. In hoofdlijn is dat om af te vallen eigenlijk de grote leidraad. Als je oplet wat je eet en de hoeveelheid daarvan, dan kun je afvallen. Natuurlijk zijn er mensen die zeggen van ja, maar als ik dan dit en dit erbij doe, dan gaat het sneller. Ja, natuurlijk. Kijk, met fitness erbij moet je ook nog rekening houden dat op het moment dat je dus gaat fitnessen,
en je gaat dan op een gegeven moment spiermassa kweken, dan dat spiermassa natuurlijk zwaarder is dan vet. Daar moet je ook rekening mee houden. Dat is ook een struggle die ik een beetje heb gehad. De laatste paar keren dat ik dacht van verdomme, ik heb het gevoel dat ik afval. Dat merk je dan, lichamelijk. Maar ik zie het in het gewicht niet terug. Nee, maar als je afvalt, maar je zet het om in spiermassa, ja, dan blijft dat hetzelfde. Of sterker nog, misschien wel meer. Dus dan ben je, zeg maar, voor je vetgehalte ben je afgevallen. Maar voor je spiermassa ben je eigenlijk weer aangekomen. Nou, dat is dan wel weer een goed teken. Dus dat is altijd een beetje... Ik vind het altijd een beetje lastig, dat soort dingetjes. Ik zet het hier eventjes een beetje open. Ik kan dat ding een beetje eruit. Want je ziet het alweer, de ramen gaan weer beslaan. Omdat ik natuurlijk warm ben. Koude auto. En ik sta weer voor de deur bij de fitness. Dan gaan we even naar binnen. En gaan we eens kijken. Dat dacht ik. Ja, dus 1, 2, hoppakee. Ik moet mee hebben. Dus, eventjes een eurotje gepakt. Ik ga afsluiten. En dan zie ik jullie volgende week zondag weer terug. Dinsdag weer eventjes een voetbalstrijdje. Volgende week weer een weekje rust. En dan gaan de jongens gaan naar Sevilla. Een weekje. Dus ik zeg in ieder geval voor vandaag. Tot de volgende keer. Ik hoop dat je ervan genoten hebt van deze vlog. Anders even een blauw duimpje, even een duimpje omhoog. Even abonneren op de kanaal. Dan komt het weer goed. Zie ik jullie volgende keer terug. En dan sluit ik af met de welbekende korte ciao.